Waarom verdient Aart Staartjes een eigen pad? Ja, Aart Staartjes is gewoon een kinderheld zonder dat het zo sappig wordt. En gaat u niet dood? Nee, ik moet eerst nog 100 worden. Ik denk dat iedereen herinneringen aan hem heeft. En het is een echte Noorderling. Hij heeft hier in de buurt gewoond, hè? Ja, hij heeft vroeger daar gewoond. En op de Nieuwe Damendijk gewoond. En hij heeft op de Nieuwe Damendijk gewoond. Natuurlijk nog een hoofdstuk, hè? Ja, maar Aart, ja. Hoe weet je dan dat er geen auto aankomt? Ja. Natuurlijk komt er een auto. Oh, kijk, een brommer. Ja. De hovenier gaat hier een mooi pad, een tijdelijk pad neerleggen. Naar boven toe, naar onze locatie. En daar hebben we dus de mogelijkheid voor om dat pad een naam te geven. Oké, hier Theo, ga maar vriend. Ja, goed Hoppatee. Zo. Niet echt een pad, hè? Ja. Ja, hij mag de eerste ronde in de hemel, mag die eerste pad. Precies. Maar ik ben wel een beetje verdrietig over hem. Ja. Hij is er niet meer. Ja, goed zo Theo. Hoppatee. Nou ja, alles kan in mijn optiek. We hebben nu een padje. Maar er werd ook op die Facebookgroep werd ook al gezegd van nou, we hebben hier een speeltuin. We kunnen ook een speeltuin naar hem vernoemen. Een standbeeld. Hé Fred, ja, een standbeeldje. Een standbeeldje, ja. Dat hebben bij andere huizen gedaan. Ja. Het Aart Staartjespad is geboren. Zo is het, ja, nee, het is prachtig.